zo geneigd om deze te gebruiken. Leider nog een keertje aanzet, publiek te vermaken. Watson. Mooi kennen. Aan het eind van de wedstrijd bracht coach Rolf Franke nog een aantal jonge talenten binnen de lijnen. De 17-jarige Troy Koeler stond nog geen minuut in het veld toen hij een alley-oop paas van Watson op waarde schatte en hard dunkte. Limburg, waar ze deze week volgens mij tegen moeten, Martin, ja. Uit. Ja. Daarvan zei Fart Herbe al van de driepunter Troy Koeler. Browning die ook volgens mij meerdere jeugd-EK's achter de rug heeft, onder andere in de onder 20. Een goede manier natuurlijk om. Oh, geweldige bal! Oh, die bal wilde niet van Fart Herbe. Die voelde dat halverwege die vlucht al aankomen. En ja, en dit paas naar Koeler van Darius Thompson. Stappen kan maken. Ja. Nou, de top score van Roy Koeler. Het publiek krijgt waar het al de hele avond naar verlangde. Ja, hij doet dat mooi hoor. Met een fistpump erbij voor Troy. Ja, spectaculaire speler. Hartstikke leuk. Koeler is een leienaar. Hij is een Hagenees. Ah, close enough. En je krijgt dus ook de bonus. Deze Troy Koeler. Ook die is raak.